In deze oefening gaan we kijken of hij een vlucht kan verhinderen. Straks gaat de boef, die staat er met die mouw om. Die gaat straks wegvluchten en die hond die moet hem proberen tegen te houden. Maar hij moet eerst natuurlijk wel netjes zitten. Dus de geleider die zegt gewoon heel duidelijk, daar gaan neerzitten. Dat is luisteren. Nu gaat hij straks weg en nu vlucht de boef en het is de bedoeling dat hij vol in de mouw zit. Dat is goed. De pakwerker gaat weg, dan moet ik gewoon los. Nu komt een aanval van de pakwerker. Het is een spel. Kijk, maar dit kan hij hebben. Dit kan hij hebben. Dit kan hij hebben. Goed, dan gaan we even naar die grote die staat er zo. Dan moet hij weer lossen. Goed zo. En dan gaat Tony erheen. Hij mag nu niet inbijten. Sommige honden die willen zo graag bijten. Maar eigenlijk moet het appel er zo op staan. Hij bewaakt perfect. Het is keurig. Goed zo. Ja, en dan wint hij. Ik denk dat hij mag winnen. Zie je? Nou is het spel eerst voorbij. Deze oefening is een onderdeel van het examenprogramma. Heeft de hond. Nou, super gedaan. En dan gaan we volgen naar de volgende oefening. En weer als spel. Kijk, en maar weer sterk maken. En maar weer sterk maken. Dat is het verhaal. En hij is weer binnen. De hond moet gewoon in zijn kopje krijgen. Hij schreeuwt wel. Hij doet wel gek. Maar, ik ben toch winnaar. Dat proberen we.